Nee, dat was niet de camera op een hengel, maar dat was inderdaad een drone. Dat is wat we op hebben gehaald gisteren. Ik had toen die hengel, toen ik ermee bezig was, toen dacht ik echt, ja, dan mis ik echt die drone wel. Op een of andere manier, ja, heb je soms, kun je gewoon mooie beelden maken ermee. En ik had ze weggedaan omdat je dus een brevet ervoor moest hebben. Maar voor dit ding hoef je geen vliegbrevet te hebben, omdat hij namelijk onder 250 gram zit. We hebben hem opgehaald bij Camera Nu en Urk gisteren. Hij was namelijk, het is een demo namelijk. Ja, het ding is gewoon hartstikke nieuw als je hem ziet, maar ze hebben de stickertjes eraf gehaald. Dus dan kunnen ze hem niet meer als nieuw verkopen. Maar dat vind ik niet zo erg. Hij is verder gewoon hartstikke goed. En hij vliegt goed, alleen het waait op het moment behoorlijk. Ja, windkracht 3 zeggen ze, maar het lijkt meer op windkracht 4. En dat kun je ook wel zien, hè, dat hij zeg maar wel moeite heeft om zich op de plek te houden. Hij moet er echt tegen vechten. Maar goed, het is de Mavic, de DJI Mavic Mini SE. Je had eerst de gewone Mini en toen is die verbeterd, dus toen kreeg je de Mini 2. Verbeterde motoren, andere propellers wat beter waren, de armen zijn stevig. Hebben ze wat aan veranderd. Meerdere dingen van binnen ook. Hij koelt beter nou. He, er zitten twee van die dingen voorop. Normaal was dat voor de sier, zeg maar. Dat lijkt net een soort sensoren, maar dat is het niet. En bij deze zijn het gaasjes, zeg maar, roosjes, dat hij beter koelt. En dat heb je dus bij de SE en bij de 2. Alleen de 2, die heeft dan een camera met 4K systeem erin. Ja. En deze is gewoon hetzelfde als de 1. Ja, als de gewone Mini heeft hij zeg maar de camera gewoon een 270 megapixels is dat volgens mij. Ik weet niet eens precies. 270 staat er. Maar goed. Op YouTube gaat hij eigenlijk maar met 1080. Is dat? Geloof ik. Of is het nou 8010? Nee, 1080 geloof ik. Hè? Dus er wordt, ja, de resolutie zeg maar is gewoon hartstikke goed voor deze camera, dat heb ik wel zien. Nou, ik ben blij dat ik dat ding heb. Want net wat ik zei, ik miste hem wel wat. Ik hoop dat ik een hele mooie beeld meer kan maken in de toekomst. En dat het ook een blijvertje is. Hè, want met die anderen veranderde ik nog wel eens wat. Maar dit is, ja, ik ben er blij mee. Hè, en ja, mooi handig, mooi klein ding. Alleen, ik dacht dat ik er ook zo'n hoesje bij kreeg, maar ik kreeg geen hoesje bij. Dat is met de Flymore combo, hè? Dus dan heb je geloof ik 3 batterijen en extra lader erbij en zo, en dan krijg je dat erbij. Ja, dan is je gelijk weer zoveel duurder. Dus dit past er mooi in mijn budget. Nou, wij gaan, dat had ik nog niet gezegd, dat zondag was geloof ik, hè? Wij gaan naar de boot en dan gaan we eventjes nog even wat dingetjes doen. Een paar kleine klusjes ga ik doen vandaag. En dat zijn namelijk deze hoekjes. Daar gaat denk ik wel wat tijd in zitten. Dit moet nog eventjes, van dat Douglas hout, moet hier nog eventjes zo in. He, dus dan moet mooi strak hier langs in. En dan hier natuurlijk strak langs in en dit in 45 graden zagen. En dan als dat erin zit, dan moet ik dit even wegzagen, dit hoekje zo. Ik weet niet of dat vandaag gaat lukken, maar dan moet ik denk ik op die paal staan. En het waait nogal. Dus ik weet niet of dat een goed plan is. Maar goed. Dan doen we later even touw helemaal erlangs in. Dit wordt nog eventjes met schroefjes vastgehouden. Maar daar zit een kit onder, van die lijmkit. Dus die houdt hem wel. Maar dan ga ik mooi even een mooi stuk touw uitzoeken. Die er helemaal zo erlangs in gaat. Zo. En dan hier in het midden. En waarschijnlijk ook een stuk touw. Ik heb een bakje gevonden van het Douglashout en zaag ik deze even zo schuin af, zodat het daar mooi tussen past.
Dat is hem. Nou, even kijken of het een beetje past. Oh, het is scheef. Kijk eens. Dat is jammer. Dus dan moet ik hem overnieuw zagen. Dus dan moet hij hier wel bijna een centimeter. Moet hij langer zijn dan daar. Het was ook te mooi om waar te zijn, hè? Ik denk dat zag hartstikke mooi. Een mooi droog hout. Maar... nog maar een keertje. Nou, ik had hem alleen eerst verkeerd afgetekend, zie je dat? Polo stripje. Dus dan moet ik even wegscheuren zo. Ja, dit lijkt er meer op. Alleen dat hoekje weer. Het is geen 45 graden wat ik heb gedaan, zie je dat? Ik heb het te schuin gedaan. Maar er komt touw langs, hè? Hier komt touw langs, dus daar zie je toch niks van weer. Dus dat maakt op zich niet uit. En dan moet het eigenlijk zo, zo moet het. En dan komt hier nog weer... plankje overheen weer, hetzelfde als deze. Ja. Dus de bedoeling dat deze hier komt. Zie je dat? Nou, dat sluit volgens mij hartstikke mooi aan. Even een beetje lijm ertussen. En klaar. Zo, die hoek is klaar. Netjes toch zo? Ik kan best zien dat ik die schroef er nog wel weer uitdraaien laten hoor. En dan met houtvuller of zo. Of een deuvel erin sla. Even een gaatje boven een deuvel erin. Dat lijkt misschien net even mooi. En dat doe ik met deze waarschijnlijk ook. Alle schroefjes er weer uit en deuvels erin. Nou, die andere kant nog weer. En die kant zit er ook in. Dus op het touw na. En er moet nog even een lamp ergens hangen. Hè. Daarvoor is die kabel daar. Maar ja, op het touw na is het verder klaar hier zo. Er komt nog wel iets van een hekwerkje omheen en zo. En dan zo'n stutpaal komt daar nog. En dat hoekje moet nog iets afzagen. Dan weet ik waar ik nou moeilijk bij kom. Vooral met deze wind. Dus dat doen we de andere keer. Maar we gaan eerst nog eventjes naar de Mediamarkt waarschijnlijk. En dan eventjes een tas halen voor de drone. Want er zit niet zo'n ding bij. Ja, als ik zeg van, nou ja, ergens heen ga of zo. Ik wil even wat filmen met de drone. Dan heb ik niet in met de doos of straat. Dus gaan we even kijken daar. We zijn dus even bij de Mediamarkt geweest. En kijk eens, een mooi tasje voor de drone. En er past alles hartstikke mooi in. Het is iets breder dan dat ik eigenlijk in gedachten had. He, voor zo'n klein drontje, want het is maar een heel klein ding, hè? De mini. Het is echt maar, ja, als je hem opgevouwen hebt, zo klein. Maar die past er mooi in. En dan zit de bediening erbij. En daar zit namelijk die joystick die erop zit, die zit hier binnenin. Nou, ik denk dat ik die hier nou wel gewoon standaard op kan laten zitten. Hoeven ze er ook niet iedere keer af te halen. He, dat zit met zo'n... ja, vastgeklikt hier binnenin. Zeggen ze dat, ja, dan kun je beter eraf halen, want anders gaan ze stuk. Maar als je een tas hebt met wat meer ruimte, ja, waarom zouden ze dan stuk gaan, hè? Zo. Dus die past mooi hierin. En, ja, als ik dan, ik heb maar een kleine iPhone. De SE, dat is ook toevallig trouwens, hè? Dit is de SE en dit drone is de SE. Maar dat beeldscherm is vrij klein, dus ik kan dat niet... als ik een melding krijg of zo van de drone, dan kan ik dat niet lezen. Dus dan heb ik een leesbrilletje erbij, die gaat hier dan in. En gebruiksaanwijzingen en alles heb ik allemaal hierin. Alles bij de hand. Dus alleen snoertjes om op te laden niet. Die heb ik hier gewoon binnen aan de muur hangen. En dan is het dan de bedoeling dat als wij dan eens een keer ergens heen gaan, bijvoorbeeld naar de kinderen of zo, en er is namelijk nog een klein probleempje op het dak daar, af en toe dan lekt het. En het is gewoon een pannendak,
Maar dat is heel moeilijk op te komen, dat is vrij hoog. Dus ja, dan kan ik het wel meenemen. Hè. Kan ik even een dakinspectie doen. Nou, er was weinig keus. En er was dit. Ja, dat was het enigste eigenlijk. Hè? Ja, die andere waren kleiner, die kleuren. Ja, grijs en zwart was er ook wel, maar er waren allemaal hele kleine tasjes. Ja, dan moet je dat, de dingen erin proppen. Dat is niet de bedoeling. Nou, en ik heb hier links van mij heb ik een mandje. En daar past hij heel mooi in. Kijk maar. Zie je dat? Kom van die zwarte mandjes, hier heb ik er nog in. En daar past hij mooi in. Dus hang ik hem niet meer daar aan de muur. Maar gewoon hier zo. Wij staan weer bij Heerenveen Zuid aan de snelweg. Op een parkeerplaats bij het tankstation. Want morgen moeten we aan het werk in Heerenveen. Dan gaan we een kruipluik zagen. En van daaruit gaan we naar Zwartsluis. Zwartsluis zeggen, ja. En dan gaan we twee doorgangen van 3x3 meter zagen in metselwerk. Dus nou, als ik dat zo uitreken, als het allemaal klopt, is dat weer een mooie opbrengst morgen. En dan gaan we van daaruit naar richting Holten. Holten, ja, er is een opdrachtgever. Die belt ons al een hele tijd. Die komt uit Emmen, geloof ik. Ja. En ja, als we in Friesland aan het werk zijn, dan belden ze ons. En ik heb al vaker gezegd, als je buiten Friesland aan het werk bent, dan kunnen we ook wel komen. Hoor. Dus ja. Dus dan mogen wij voor hun naar Holten. Hier zie je een steen. Een deur om. We zijn aangekomen in Zwartsluis bij deze school en dan gaan we even een meter of 20 centimeter dikke metselwerkmuur zagen. Het klusje in Heerenveen is trouwens klaar, dat heb ik niet gefilmd, maar er was een kruipluik net voor de deur. En ja, dat was ja, eigenlijk wel een redelijk simpel klusje, alleen de bewoner die bleef er een beetje bij, dus kon ik daar niet filmen. Maar ja, dat heb je al eerder gezien, geloof ik, hè? Ik weet niet of het goed te zien is op camera. Maar daar zie je een zwarte lijn op de muur. Ja, dat is dan zo'n beetje 3x3. Dus twee van deze deuropeningen moet ik zagen. En die muur is 25 dik. Dus het moet van beide kanten. Aan die kant heb ik al eentje klaar. Dus gaan we nou de boel hierheen showen. Dan gaan we hier zagen. En als ik het gezaagd heb, dan kun je de boel stempelen. Dan kan de muur eruit. Het zagen is klaar. Kijk, en of zijn ze dat uithakken? 25 centimeter dik. En dat is best goed gemetseld van vroeger uit. Dus ze hebben er best wel een klus aan. De tijd dat ik die andere heb gezaagd, heeft hij dit stukje gehaakt. Dus dit is, nou ja, laat zo zien, daar zijn ze nog wel even mee bezig. Maar ja, die andere, daar zijn twee halfsteens muren voor kalkzandsteen, dus die gaat wat makkelijker. Het is alleen deze pittig muurtje, zo te zien. Nou, ik had de auto al gestart. Ik dacht, oh, even laten zien wat ik gedaan heb. Dan gaan wij richting Holten, waar we morgen het werk moeten mogen. En dat is dan, ja, we gaan er staan bij op de A1 bij Markelo, dus daar rijden we nou heen. Ja, Holten, is ook wat. Dan stuurt hij ons binnendoor naar de parkeerplaats aan de A1. En waar komen we langs? Of door? Holten! En hier moeten we aan het werk morgen, misschien wel hier vlakbij. En nou gaan we er zo weer uit. Het is jammer dan hè, dat die net voor Holten een mooie parkeerplaats is waar we daar kunnen staan. Maar goed, nee, het is niet anders. Het is ook maar een klein stukje nog. Hè. Het is 5 kilometer rijden naar de parkeerplek. En morgen weer terug dus het is 10 kilometer. Oh. Ja, morgen krijg je een andere afslag. Ja, dus valt mee. Hè. Daar staan we weer op ons vertrouwde plekje.
Het uitzicht op de mast, zie je dat? De toren moet ik zeggen, hè? Centmast, centoren van Markelo. Ja, en dan is het morgen 5 minuutjes rijden of 7 minuutjes, weet ik wat, zoiets. Ideaal. Het is vrijdagochtend, nee, vrijdag niet, het is dinsdagochtend. Gewoon wel de vogeltjes, dus dat is wel leuk. Maar geen mooie zonsopgang. Er zit bewolking. Wel wat blauwe lucht hier en daar. Maar geen zonsopgang. Dus ik denk, ja, hoef ik de drone ook niet te laten opstijgen. En er komt bij, er zit vlakbij een elektriciteitsmast, zie je dat? Ja, het is wel een, ik denk 60, 70 meter bij ons vandaan. Maar ja, dat is toch altijd een beetje tricky, zeg maar, voor de drone. Dus dat durf ik niet. Dat riskeer ik niet. Wij hebben ons ontbijt op. De smoothie is binnen. En we gaan zo naar Holten. En dan gaan we even die gaten boren. En dan hebben we, daarna hebben we vrij. Morgen is Koningsdag. Dus even kijken of we misschien nog iets leuks kunnen doen deze dag. We zijn aangekomen in Holten. En hier moeten we aan een boor. Jan Stam, fietsverhuurder. Dus wij denken, ja, wat fiets je nou hier, hè, van hieruit? Holten. Nou ja, ik denk naar de Stalandse Heuvelrug. Hè? Ja, ook wel Holtenberg genoemd. Ja, de Holtenberg noemden wij toen wij in. Andere woorden noemden wij het ook wel eens de Nijverdalsenberg, als je vanaf Nijverdal erheen rijdt. Maar het heet dus nu Stallandse Heuvelrug. Ik zet even de auto hier neer, totdat onze opdrachtgever komt. Maar we zijn natuurlijk zoals gewoonlijk weer te vroeg. Maar ja, beter te vroeg dan te laat, hè? Eentje heb ik geboord in een garage en dan ben ik in de kelder. Dus, dat komt niet zo heel vaak voor trouwens. Dan moet ik hier even een paar gaten in de betonvloer boren. Even kijken hoor, dan kwam ik als ik boven was, zag ik een smeerput, tenminste daar leek het op. Ja, dat is dit. Zie je dat, dit hout. Ik zou eerst in deze vloer boren, maar dat heeft niet zoveel zin, hè, als er een kelder onder zit. Nou, dan begin ik hier maar even weer.
zijn we ook nog eventjes in Rijzen. We hebben toch daar waren. Bij de winkel. Bij de inbrengwinkel of kringloopwinkel. Kijk eens. Is dat mooi? Die nemen we mee. €3,95. Leuk toch? De gaten zitten erin. Klus is geklaard. He? Ja. En wat had jij nog gezien met die fietsen? Ja, die kan je huren. Dat zijn van die mountainbikes, ATB's. Ik weet niet hoe het precies heet. Maar de hele gezinnen gaan daarin. Die huren zo'n fiets en dan gaan ze de heuvel in. De Sallandse heuvels. De Sallandse heuvelrug, ja. Daar gaan ze dan... Holtenberg. Nijver Holtenberg. Ja. En dat fietsen, dat is natuurlijk handig bekeken voor de kerel. Want en heel veel mensen, als je niet zo'n fiets hebt, vaak als je dan terugkomt van zo'n rit, heb je de fiets ook smerig. Dus die fietsenmaker maakt ze waarschijnlijk ook nog schoon, hè? Ja. Dus dat is wel ideaal. Dus dan weet je dat. Als je denkt, hey, dat lijkt me wel leuk, maar ik heb niet zo'n fiets, of ik heb geen zin om hem mee te nemen daarheen, dan kun je dus, er zit parkeerplek genoeg daar, hè? Ja. Je zet je auto neer, je huurt een fiets, helm erbij, en je gaat mooi dus aan Sallandse Heuvelrug op. Het is een hartstikke mooi gebied, echt. En als je met de camper, daar op de camperplaats staat in Alten, kijk er ook zo in. Dat is een klein stukje. Dat is daar dichtbij. Dus ideaal, echt. Nou, dan wil ik nog één ding wil ik nog even vragen aan jullie. Ik film iedere keer het werk. En waarom doe ik dat? Omdat er eigenlijk toe gevraagd is, wat voor werk doe je? En kun je daar ook eens wat van filmen, hè, van het werk? En toen ben ik dat gaan doen. Nou denk ik bij mezelf, nou heb ik eigenlijk alles wat we doen qua werk wel zo'n beetje gefilmd. Dus het is alleen als er weer een nieuwe kijker bij komt, daar heb je nog wel eens, hè, dat ze dan zeggen, wat voor werk doe je eigenlijk? Ja. Dus laatst was er iemand die zei, ik kijk al je video's, welk werk doe je eigenlijk? Ja, dat maar goed, maakt niet uit. Moet je even onder de video, laat even weten of jullie het wel leuk vinden om dat boren en zagen te laten zien iedere keer. Het is wel ons leven, hè? Daar gaat het eigenlijk ook om in een vlog, hè? Dat we dat laten zien. Maar als je het nou storend vindt of niet nodig vindt, zet het even eronder en dan stoppen we ermee. Of in ieder geval voor een gedeelte, dat ik alleen af en toe iets van het werk film. Dus laat het maar even weten. Hè? En dan kunnen we dat eens even zien in de... Volgende week vlog, hè? Wat we dan gaan doen. Volgende vlog. Volgende vlog. Ik zeg iedere keer week. Het is een halve week, hè? Ja. Dus wat we dan gaan doen. Of we daarmee doorgaan of niet. Bedankt voor kijken naar deze week vlog. De halve vlog. Halve week vlog. En tot de volgende. Tot zondag.